Hallo lieverds en van harte welkom bij een nieuwe video van Speel met mij, Kinderen Speelgoedkanaal. Dit wordt mijn tweede experiment met wolfsklauwsporen. Ik heb een zak besteld met 100 gram wolfsklauwsporen en toen een experiment met jullie gedaan. Ik heb hier in de glazen bak de sporen over het wateroppervlak verdeeld. Dit is een gewone normale glazen bak gevuld met water en daarop dus ongeveer de helft van de zak. We hebben de vorige keer gezien dat je daar dan zo je vinger in kunt doen. En dan wordt je vinger dus niet nat. En vandaag wil ik nog een experiment met jullie doen. Ik ga de rest van de sporen ook nog erbij doen, zodat de zak leeg is. Dan zit er dus 100 gram op het water. Dat zou denk ik genoeg moeten zijn. De bak is ongeveer 30 centimeter in doorsnee. Er zit dan dus een grote hoeveelheid sporen op het wateroppervlak. En ik wil kijken of ik dan mijn complete hand erin kan doen. De vorige keer dat ik mijn hand erin deed, kon dat ongeveer tot hier. En toen merkte ik dat delen van mijn hand toch nat werden. Misschien kwam dat omdat er niet genoeg wolfsklauwsporen op lagen. Daarom doe ik nu de rest erop bovenop verdelen, tot de hele zak leeg is. En dan ligt er wel een flinke laag op het water, dan zou het moeten lukken. Ik denk dat het verder niet zinkt, het blijft erop liggen voor nu. Zoals je ziet is wel al een deel is al eerder gezonken, want het water was natuurlijk eerst doorzichtig. Nu is het lichtgeel. Maar het merendeel, zoals je ziet, blijft er dus op liggen. Er ligt nu ook een bergje op, dus dat ga ik even verdelen. Zo. En hier ga ik dan mijn hand erin doen. Even kijken. Niet te diep natuurlijk. En de hand is nog droog. Maar even kijken, nou ja, hier... Je ziet het, aan de randjes is het toch nat geworden, eigenlijk net als de vorige keer. Het heeft dus niet geholpen dat ik er meer sporen bij heb gedaan. Gelukkig is mijn andere hand nog droog, dan ga ik het zeker ook eens mee proberen. Kijken of dat dan wel lukt. We bekijken het nog eens vanaf de zijkant en eerst doe ik mijn vinger erin. Ik geloof dat je het alleen zo niet kunt zien. Ik probeer het even bij de rand van de kom. En dan zie je de vinger wel lichtjes in het water. En helemaal droog. Met de vinger werkt het dus in ieder geval wel. Als ik nu mijn hele hand erin doe. Kijk, ik weet niet of je het ziet. Mijn hand is al best een stuk in het water. En tot nu toe nog niet nat geworden. Het voelde ook wel heel apart aan, moet ik zeggen. Best cool. Even kijken. Ja, nu is hij dus compleet droog gebleven. Ook hier langs de vingers, zoals je ziet. Ik kan dus niet te diep gaan. Maar ja. We eens proberen met de vingertoppen. Op verschillende plekken even uittesten. En ook deze zijn compleet droog gebleven. Er zit enkel wat poeder aan. Maar oké. Ik heb dus meer wolfsklauwsporen erop gedaan, maar ik kan niet zeggen dat dit een verschil heeft gemaakt. Ik geloof dat meer dus niet echt nodig is. Maar ja, aan de andere kant, het werkte nu wel beter met mijn hand dan de vorige keer. De sporen hebben zich daarbij dan ook echt rond mijn hand verzameld. Dat kun je hier ook zien. Zie je, tot ongeveer hier hebben ze zich verzameld. Dus dat werkt en ze zorgden er zo voor dat mijn hand niet nat werd. Ik ga er denk ik nog wat experimenten mee doen. Die zul je binnenkort nog terugzien op ons kanaal, dus zeker kijken. Ik ga er dan iets anders in doen. Het waren nu steeds mijn handen en mijn vingers. Ik ga er iets anders in doen en kijken of dat dan nat wordt. En ik hoop dat het experimentje natuurlijk beviel. Zo ja, geef ons een duimpje. Bekijk ook eens onze andere experimenten en andere speelgoedvideo's. En als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je op ons kanaal. Klik op het klokje ernaast om niks meer van ons te missen. En dan zeg ik weer tot een volgende keer. Doei!